Ja, het is natuurlijk lastig als je niet kunt horen. Dus daarom in deze video een app om gebarentaal te leren. Goed dat je kijkt, mijn naam is Meester Sander en de app Kindergebaren ga ik in deze video bespreken. Je leert van deze app, ja, gebarentaal. Er zitten thema's in, je kan het alfabet leren en een quiz doen en dat helemaal gratis. Ik ben fan. Heb je dus een leerling in de klas die slechthorend is of ben je gewoon geïnteresseerd, wil je met de klas gebarentaal leren, dan kun je deze gratis app downloaden. Klik hieronder in de beschrijving, klik daar gelijk even op abonneren, zodat je op de hoogte blijft van al mijn video's. En dan ga ik je nu de app Kindergebaren laten zien. Kindergebaren is een app om gebarentaal mee te leren. Ik heb hem in de klas gebruikt. Ik merk wel, er is een meisje die gebarentaal kan, dat het niet altijd de gebaren zijn die zij heeft geleerd. Maar het is vooral leuk voor kinderen die met iemand willen praten die slechthorend of doof is en die gebaren willen leren. Wat zo handig is, is dat je verschillende thema's hebt. Dieren, ik en de omgeving, leuk, seizoenen en emoties. Nou, laten we eens even kijken. We nemen een voorbeeld. Wat is paddenstoel? En een jongetje doet het voor. Superhandig. Kijk, dit is paddenstoel. Ga naar de volgende. Paraplu. Wordt gezegd. Het leuke is, dit zijn echt kinderen die het hebben opgenomen, voordoen. En je kunt dus echt goed oefenen. Je hebt allerlei woorden erin zitten om mee aan de slag te gaan. Je kunt ook het ABC... Dus zo leren kinderen, hey, hoe kan ik spellen? En dan wordt het niet in een filmpje gedaan, maar zo met handgebaren. Omdat het ook vaak geen beweging is, maar gewoon een stilstaande hand. Nou, dan zit er ook een quiz in. Dit is denk ik de borstel. Ja, helemaal goed. En als je dus een kind in de klas hebt die slechthorend is, je wil andere kinderen gebaren leren, dan is dit een uitstekende app. Nou, en zoals ik al zei, de verschillende thema's zijn ook handig om van alles eigenlijk te zeggen tegen een vriendje, vriendinnetje. Het is niet zo dat kinderen hier vloeiend gebarentaal mee leren, maar het is wel een leuke kennismaking en dus helemaal gratis.